iedereen. Kunnen we iets mooiere beelden maken al. Hartelijk welkom. Als kreeg je constant uit boeken bij je beeld. Nou, dat is ook leuk. Iedereen, nogmaals hartelijk welkom. Ook voor een woord van welkom aan degenen die vandaag voor het eerst zijn. Fijn dat jullie ook deze dag hierbij willen wonen. En ik wil jullie begroeten met enkele woorden uit Openbaring 1. En het gaat over Paulus op Patmos. Waar staat: en ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Johannes, die had een ontmoeting met de Heer op de dag des Heer, op de eerste dag van de nieuwe week. En ik hoop dat wij ook deze dag, op deze eerste dag van de nieuwe week, waarop wij met elkaar gedenken dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, dat Hij leeft, dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader, dat wij ook, zoals Johannes, een ontmoeting met de Heer zullen hebben. En dat als we hier dit conferentieterrein verlaten, dat wij niet weg zullen gaan en dat wij allemaal een ontmoeting, een verse, levende ontmoeting met de Heer hebben gehad. Ik stel voor dat we met elkaar een paar liederen zingen. We hebben de afgelopen dagen veel liederen van een verootmoediging gezongen en van schuldbelijdenis en van overgave en van het gebed om de Heilige Geest. En ik denk dat het goed is dat we vanmorgen drie liederen met elkaar zingen die het karakter van aanbidding hebben. Want de Heer heeft ons niet alleen geroepen om te vragen en om ons te verootmoedigen, maar de Heer heeft ons ook tot levend geloof geroepen om Hem te aanbidden. Want dat was het doel van de schepping, hè, dat de mens de Heer zou loven en prijzen en zou aanbidden. En door onze val in Adam zijn we dat kwijtgeraakt. Maar als we de Heer mogen kennen, wil de Heer weer opnieuw dat wij leren aanbidders van Hem te zijn en niet van onszelf. Dus willen we met elkaar enkele liederen van aanbidding zingen. En laten we dat staande doen met elkaar. En ik stel voor dat we met elkaar beginnen met dat lied: Heere der Heren, Koning der Koningen, U wil ik eren, U wil ik lof zingen. Laten we dat met elkaar staande doen. Lied 56 uit de gele bundel. Thank you.
dat is weer de ellende van de techniek, hè? Dat ik weet niet wat er fout ging, maar het heeft de uitdagingen. En... Goed, ik stel voor dat we nog een ander lied met elkaar zingen. Lied 70, Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta, Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Ook een soort geloofsbelijdenis vanmorgen. Dus lied nummer 70. Stel voor dat we ook met elkaar nog zingen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. En daarna wil ik vragen of dominee Pieter van der Voorde met ons het gebed wil beginnen.
Zullen we samen de Heer bidden. Heere getrouw, almachtige en eeuwige God. Hartelijk dank, Heere, dat wij zo deze morgen mogen beginnen. Met het grootmaken, met het loven en prijzen van uw heerlijke naam. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, wij danken u dat wij hier zo samen mogen komen zoals we zijn. En dat wij niets hebben hoeven achterlaten, maar dat we alles mee mogen nemen. Naar deze plaats, onze vragen, onze dankbaarheid, onze vreugde, maar ook onze zorgen. Heer, dat u overal van af weet en dat we zo deze morgen samen mogen komen, Heer, om naar uw woord te horen. En dat we zo ook deze morgen zelfs al onze duisternis van ons eigen hart en leven mee mogen nemen, omdat het licht van uw liefde en van uw waarheid doordringt tot in de duisternis van ons leven. Heer, wij danken u dat het vandaag weer zondag is, zoals onze broeder Arjan begon. De eerste dag van de week waarop we gedenken uw opstanding, Heer Jezus Christus, uit de doden. Waarin het licht definitief is doorgebroken in deze wereld en definitief doorbreekt in het leven van een ieder die in u gelooft, Heer Jezus Christus. En dat licht, dat doordringt de duisternis. En wij danken u, Heer, uit de grond van ons hart, dat dat licht ook de duisternis verdrijft. Wegneemt uit ons hart. Omdat het licht van uw liefde, Heer Jezus, zou schijnen in ons hart. En uw kracht en uw overwinning in ons leven zou zegevieren. Heer, dan is ons hart vol van verwondering, van dankbaarheid en aanbidding voor u, onze eeuwige koning, Heer en Heiland. En wil zo ook in ons midden zijn, Heer, deze morgen, deze dag. Dat uw naam verheerlijkt wordt in onze harten, zoals wij hier samen zijn, de kleine kinderen, de jongeren, ouderen. Ja, Heere, dat we zo een ontmoeting mogen hebben met u. En dat u ons leven voor het eerst of steeds weer opnieuw, Heere, binnenkomt met uw waarheid, met uw genade. Heere, dat hebben we nodig ook deze dag weer. En daar bidden we ook in het bijzonder voor hen die daarmee worstelen met vragen of zorgen. Zij die gisteren ook in de nazorg geweest zijn en misschien nog wachten op antwoorden bij u. Heer, wat is het dan geweldig dat u daarvan af weet. Omdat u, als die eeuwige God, zelfs onze gedachten al kent van verre. Heer, wil dan ook antwoorden geven, ook in de lezingen die op deze dag gehouden zullen worden. Heer, zodat we hier vandaan mogen gaan straks. Dat we vaste grond onder onze voeten hebben gevonden. In u, Heer Jezus, uw volbrachte werk, maar ook in uw woord. Want een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En wat ons altijd brengt in het vaderhart van God. Heer, wil zo uw zegen geven op deze dag. Onze ogen zijn op u. En iedere keer verwachten we het weer van u, want het is toch altijd genade. En daar zullen we een roemen, Heer, in genade alleen. En wat dat verheerlijken, zodat de lof en de dank en de eer mag opstijgen tot u, de drie enige God. En Heere, dat daar onze hoogste vreugde in mag liggen. Dat u verheerlijkt wordt. Dat uw naam geëerd wordt. En Heere, maak zo ons hart vol van u. De levende en de drie enige God. Heere, en we bidden het tot u met dankzegging in ons hart. Want u hebt al zo vaak bewezen dat u de getrouwe bent. En Heere, dat zult u toch ook deze dag doen. En daarom danken wij u uit de grond van ons hart. Dat we zo elkaar en deze dag mogen toevertrouwen aan u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Voordat ik dominee Marius Storm de dienst uit handen geef, wil ik nog graag met de kinderen zingen. En dat is dat heel eenvoudige lied. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. En ik stel voor dat we blijven zitten, zodat de kinderen ook, die wat ouder zijn, ook gewoon mee kunnen lezen op het scherm. Dus we blijven met elkaar zitten en we willen met elkaar zingen lied 198, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Misschien dat Marius naar voren kan komen, even naar mij toe. Oh.
wat de Nederlanders met de Zuid-Afrikanen zo hebben. Het voelt voor mij zo'n beetje op Pinksterdag. Wij hebben Nederlands gehad. Wij hebben Zuid-Afrikaans. Ik denk de mensen bij Diek heeft Neder-Vlaams gehad. En vanochtend wordt hij Nederkaans. Ik ga ervan uit dat die ook miniatuurwezens kan afnemen. Bedankt. Maar voordat wij gaan beginnen vanochtend, terwijl de kinderen hier zijn. Nou weet ik, ja, wij komen uit reformatorische tradities. Maar papa en mama, ik wil u vragen. U gaat het ook in de dienst horen. Het is voor ons heel moeilijk om als de kinderen te worden. En ik wil nou aan de kinderen vragen, jullie mogen niet nu jullie handen opsteken, maar ik wil eerst aan papa en mama vragen, kennen jullie de 10 geboden? En dan ga je zeggen, ja, ik ben de Heer, mijn God, geweldig, belangrijk. Maar als ik nou zeg de 8e gebod, ken je dit? Kun je het zo zeggen? 7e gebod? 5? Oeps. Ik wil jullie vanochtend de 10 geboden leren. Als jullie uitgaan, als ik de 6e gebod zeg, dan zeg je hem zo. Niet de hele gebod, maar de principe. Waar het over gaat. En dan wil ik naar die naar huis gaan. En als de dominee daar op een zondag staan. En hij gaat de 10 geboden lezen. Dan mag je samen met mij gebaren doen. Niet zo in de kerk, maar gewoon zo. En als je het zo gaat doen. Dan kun je net zo kijken of mama ook meer doet. Of zij het nog weet. Want de 10 geboden zijn belangrijk, want dat overtuigt jou wie God is en hoe wij moeten leven. Daar gaan jullie mij zien, hier gaan jullie mij zien, heb ik afgesproken. En daar gaan jullie een plaatje zien. En die plaatje is ook na de tijd beschikbaar, als van jullie het wil hebben. En dat is heel belangrijk, de plaatje is in de vorm van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus dat is heel makkelijk. O, daar sta ik, ja goed. Maar die kant gaan daar plaatjes komen. En ik ga een gebaar doen. En de gebaar is belangrijk, want telke male ga jij iets doen met 1 vinger of 2 handen of 3 vingers. En zo komt de 10 geboden. Wij gaan beginnen. En ik zeg nou, we zijn reformatoren, maar papa en mama, doe maar mee. De Heere zegt, dus, je gaat het horen, dus... Niet makkelijk voor een kind om volwassen te proberen zijn, maar voor ons om als kinderen te worden, dat is heel moeilijk. Goed. De 1e gebod zegt de Heere, 1 vinger omhoog, er is maar 1 God. Zullen wij het doen? Er is maar 1 God. En jongens en meisjes, dit wil de Heere jou zeggen, er zijn heel veel goden en dingen die in jouw leven willen komen, maar er is maar 1 God en de anderen zijn afgoden. Samen, er is maar 1 God. De 2e zijn 2 handen. 2 handen. En wat we gaan het doen is, wij moeten hem aanbidden zoals hij dat wil. Kom. Wij moeten hem aanbidden zoals hij dat wil. Niet zoals ik denk, ach ja, ik wil zin daarin of ik wil dat doen. Nee, zoals wat de Heere wil, zo wil hij dat ik hem moet aanbidden. Hij blijft de grote koning. Er is maar 1 God, wij moeten hem aanbidden zoals hij dat wil. De 3e gebod, nou gaan jullie een heel afschuwelijke plaatje zien. Maar weten jullie, dat is afschuwelijk. Want de persoon die dat gaat uitspreken, beledigt de Heere God. Want de Heere zegt, wij mogen zijn naam niet ijdelijk gebruiken. En dat betekent, jongens, meisjes, dat jij niet de naam van, de Heere gewoon zo gebruiken als een stopwoord. Maar nou weten wij, God bestaat uit 3 personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij mogen geen een van die namen zomaar gebruiken. En als je iemand wil zeggen van, sst, kijk uit, dan doe je dit, niet spreken. Dus,
Wij mogen zijn naam niet ijdelijk gebruiken. Drie vingers op de mond, kom. Wij mogen zijn naam niet ijdelijk gebruiken. Of ijdel gebruiken. De vierde, dat is de rustdag van de Heer. Nou, daar zit hij op de rustdag. Hier zijn wij, we gaan naar de kerk. En de kerk heeft meeste van de tijd een toren. Dus de dag wat wij voor de Heer geven. Nou, wij maken de toren van de kerk. Vier vingers, vijf vingers, vijfde moet weg zijn, want dan kun je niet een punt maken. Echt. En het dakje erover van de kerk. En dan zeggen wij, wij moeten de rustdag houden. Een dag voor de Heer. Kom. Wij moeten de rustdag houden. Dag voor de Heer. Nou mogen de kinderen niet meer doen. En we kijken of papa en mama het nog weet. Er is maar één God. Wij moeten hem aanbidden zoals hij dat wil. Wij mogen zijn naam niet ijdel gebruiken. Gedenk de rustdag of denk aan de rustdag. Dat moeten wij houden. Dus vier. Nou mogen de kinderen hun handen om het doen. Heeft papa en mama het goed gedaan? Heb je gezien? Geen handen. Oh, nee. De vijfde gebod. De vijfde gebod is, zien jullie dat als een kroon op de vijf? De vijf punten van de kroon. En de vijfde gebod is, jij moet alle gezag eren. Dat is papa, dat is mama, de juffrouw, de politieagent, de regering. Je moet respect en eerbied daarvoor hebben. Dus wij gaan de kroon op ons hoofd doen en zeggen, eer alle gezag. Eer alle gezag. Vijf vingers op de kroon. De zesde gebod. Nou, dat zie jij heel goed daar. Dat is een ouderwets pistool of een revolver. En je ziet de snelle, de trekker daar binnen. Laten wij een pistool maken. Vijf vingers. Maar waar komt de zesde vinger nou vandaan? Die trekt de trekker. Jij mag niet moord plegen. Kom. Jij mag niet moord plegen. Zes vingers, jij mag niet moord plegen. En de zevende is een bijl. En dat betekent, een bijl haak je dingen in twee. En dat is de gebod waar de Heer zegt, je mag niet echtbreuk plegen. Nou moet de jongelui ook luisteren. Voor en na jouw huwelijk mag je niks doen die jouw huwelijk in twee kan hakken. Hier is de steel van de bijl. Twee vingers. En je pakt de bijl met de ander vijf, zeven vingers. En je zegt, je mag niet echtbreuk plegen. Mag niet echtbreuk plegen. De achtste gebod. Je mag niet stelen. Nou, dat is een koekieblik. En het staat vaak heel boven op de kast. En wat gebeurt? Mama zegt, je mag niet de koekjes stelen of pakken. En dan gaat jij... En kijk wat gebeurt. Jij gaat uitreiken en je pakt de kast aan met hoeveel vingers? Acht. En je hijst je omhoog. En je pak hem. Kom, je mag niet stelen. Als de dominee zondag daarbij komt, dan doet hij dit zo. De negende gebod. Oh, weer een afschuwelijke mond. En deze gebod zegt heel duidelijk aan ons, dat wij als kinderen van de Heere altijd de waarheid moet praten en niet mogen liegen, niet vals spreken. Maar weten jullie, nou moet ik jullie een verhaaltje vertellen wat in Amerika en Zuid-Afrika werkt. De Zuid-Afrikanen, waar zijn ze, moet zeggen of het zo is. Maar in Zuid-Afrika is daar een gewoonte bij kinderen, dat als jij twee vingers gaan kruisen, dan mag je een leugen vertellen, mag jij niet de waarheid praten. Dus vaak wordt daar iets gezegd en als je mama vraagt, heb je het gedaan? Achter de rug, nee. Hoeveel vingers heb ik? Negen. Jij mag niet vals spreken. Kom, allemaal.
Jij mag niet vals spreken. Geen valse getuigenissen, niet leugens vertellen. En dan komen wij bij de tiende gebod. Ziet u die man, hij heeft gierig. Hij wil alles. Je mag niet begeren. En 10 vingers en je pak alles en je trekt het naar jou. Kom, je mag niet begeren. Dan gaan wij even het samen doen en nu moeten kinderen echt goed meedoen. Er is maar één God. Wij moeten hem aanbidden zoals hij dat wil. Mag zijn naam niet ijdelijk gebruiken. Gedenk de rustdag. 5 en dan 4, 5. Eer alle gezag. Mag niet moord plegen. Mag niet echtbreuk plegen. Mag niet stelen. En de 9e gebod is: mag niet vals spreken. En 10, mag niet begeren. Nou hoop ik dat jullie dit altijd zal onthouden. En het is misschien een grappige manier, maar weet jullie, jongelui, in Zuid-Afrika bij ons in de gemeentes, is nou nog 16 jaar geleden, met de finale klas, dan moeten ze eerst de kennis en examen schrijven. En dan vraag ik altijd, waarover gaan de 10 geboden? En dan zit de jonge makker daar van 18. Dan weet ik, goed, het komt goed daar. En mag je het altijd onthouden. En het gaat niet om de gebaren, het gaat het jij onthouden. En dat de Heilige Geest jou kan daarop herinneren. Kijk uit, hoe jij leeft. Oh, ik mag niet stelen. Ja, komt het op. Wij gaan de kinderen nu ook naar de... Ja, wij gaan de kinderen nu laten gaan. En dan zingen wij samen om ons ook voor te bereiden op de dienst. De bekende psalm 81. En voor de kinderen ook, terwijl ze uitgaan, kunnen ze meezingen. En daarvan zingen wij de eerste en twaalfde vers. Open uw mond. De eerste en de 13e vers van psalm 81. Thank you.
Wij gaan bidden om het openen van het woord van de Heer. Hemelse Vader, wanneer wij zo horen dat de kinderen naar buiten gaan, willen wij steeds meer ons focussen op uw woord. Uw woord dat zo kostbaar is. En wij willen u danken, Heere, voor uw goedheid. Dat wij dit woord van u mogen ontvangen. Dat u uw woord van kaf tot kap, iedere woord wat daarin geschreven staat, geïnspireerd heeft. Dat het waar is, dat het onfeilbaar is. Heere, het probleem ligt niet bij uw woord, maar bij ons gehoorzaamheid daaraan. En als wij vanochtend het woord van morgen, het woord gaat openen, Heere, wilt u met ons praten, wilt u het woord levend doen worden? Mag het waar zijn, Heere, wilt u voor mij die voor moet gaan en hier het woord moet verkondigen? Wilt u dat zegenen? Ja, Heere, wij hebben ingebeten dat te spreken, Heere, want uw kinderen luisteren. Maar wij hebben een tweede gebed, Heere, en dat is niet, wij willen luisteren, wij willen dit toepassen en doen wat u zegt. En dit mogen wij alleen doen en tot u naderen, in de naam van de Heere Jezus Christus, die aan het kruis voor onze zondes gestorven is. Wij danken u daarvoor. Het is onverdiende gunst. Dit vragen wij alles in zijn naam. Amen. Wij gaan vanochtend twee gedeelten uit het woord van de Heere samen lezen. De bekende een is ook dan in Markus hoofdstuk 10. En het tweede gedeelte is uit Matthäus hoofdstuk 18. Markus hoofdstuk 10 vanaf vers 13. En zij bracht de kinderkind tot hem, opdat hij ze aanraken zou, en de discipelen bestraffen degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het hun zeer kwalijk. En ze zeiden tot hem, en hij zeide tot hem, laat de kinderkind tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt, gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij ontving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En dan gaan wij naar Matthäus hoofdstuk 18. Matthäus hoofdstuk 18, vers 1. De dezelfde uren kwam de discipelen tot de Heer Jezus, zeggende, wie is toch de meeste in het koninkrijk van de hemelen? En Jezus, een kindje tot zich geroepen hebbende, stelde dat in hun midden. En hij zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk van de hemelen geensins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk van de hemelen. En zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem nutter
dan een molensteen aan zijn hals gehangen worden, één dat hij verzonken waren in de diepte van de zee. Wee de wereld in de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wie dien meens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende en het eeuwige vuur verworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen te hebben in het helse vuur geworpen te worden. Ziet toe dat gij niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon van de mens is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde verdwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaan het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet verdwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet van uw Vader, die in de hemelen is, dat één van deze kleine verloren gaat. Tot zover lezen we samen. Zalig iedereen die het woord van het Heere hoort, maar niet alleen hoort, maar ook in zijn hart bewaart en ernaar trachtte dit te doen. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Bij de eerste gebeurtenis staan de kinderen ook centraal. Er zijn twee gebeurtenissen. En bij de eerste gebeurtenis, ja, zijn het kinderen die waarschijnlijk door hun ouders tot de Heer Jezus gebracht werden. Bij de tweede gebeurtenis, broers en zusters, dan zien men dat de Heer Jezus zelf een kind tot zich gebracht heeft. En dat kind in het midden doen staan. Bij de eerste wordt er gesproken, als we naar het Griekse woord in Lucas gaan kijken, Lucas 18, parallelle gedeelte, van een brevij, dat is een baby bijna, een heel klein peuter. Bij de tweede gedeelte, waar de Heer Jezus iemand zelf tot zich gebracht heeft, wordt dan gesproken van een paidion, en dat is een kind jonger dan puber, maar meer nog jong hier na 6 jaar, 7 jaar. En bij de een gaat het om dus zeer kleinere kinderen en bij de andere over iets een ouder kind. Kinderen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En ik wil vanochtend stilstaan met u bij een paar aspecten van dit gedeelte, deze gedeelten. Wie zijn deze kinderen? Tot wie komen ze? Wat komen ze daar doen? Wie of wat trekt ze en waarom? En wat zijn de hindernissen voor die kinderen? Het zijn dingen waarover wij goed na moeten denken. Wie zijn deze kinderen? De eerste groep moet gebracht worden. Ze zijn heel klein. En zelfs deze kinderen mogen tot de Heer Jezus komen. En dan gaan hij ze zegenen. Het woord katalogei is, ja, dat zegenen is eigenlijk een gebed. Een gebed dat God deze kinderen
tot hem zal brengen en dat deze kinderen hem mogen leren kennen. Denk samen met mij terug naar Numeri, hoofdstuk 6, vers 24. Heel mogelijk heeft de Heer Jezus dat over ze uitgesproken. Dat de Heer ze moet behoeden en zijn aangezicht over hen moet verlichten. Dat hij ze genadig moet zijn, dat hij hen zijn vrede zal geven. Dat is de inhoud. De Heer wil zo graag, de Heer Jezus hier, dat deze kleine kinderen de goedheid en de genade en de vrede van God de Vader mogen ervaren. Het is een gebed dat ze dichter bij hem moet komen. Iets die wij ook kunnen bidden al van heel klein af voor ons kinderen. Zegenen ze. Spreek Deuteronomie 24 maar uit. Spreek het over je kinderen, bid het over je kinderen. En let op dat ze gebracht werden, zodat ze gezegend kunnen worden. Maar je zegt, ja, ze begrijpen toch niet het evangelie. Het maakt niet uit, u kunt niet vroeg genoeg met uw kinderen over de Heer Jezus en over God kunnen praten. Breng ze tot hem. 'S Avonds als je gaan zitten, als zij iets kunnen begrijpen, begin al te lezen, praten met de kinderen. Maar wij kunnen ons ook blind staren hier tegenaan. Gewoon, ja, de Heer zegen ze fijn en dan gaat het daaroverheen. De Heer weet dat deze kinderen genade nodig hebben. Maar ik wil met u een stapje verder gaan. Wat heeft mogelijk in de Heer Jezus afgespeeld? Maar die weet, wij denken, kinderen moeten ouder worden. En Lucas 10, vers 21 is een heel belangrijk gedeelte. Ik ga het nou niet dat u het moet nalezen, maar onthoud Lucas 10, vers 21 en ga lezen het in de context van dat gedeelte. De Heer Jezus had verwachtingen, hij heeft een bediening gehad, een Chorazin en een Bethsaida. Maar de mensen hebben zich niet bekeerd en dan staat daar, wee jou Chorazin, want jij hebt jou niet bekeerd. Wee jou Bethsaida, want jij hebt jou niet bekeerd. Als de tekens en de werken die bij jou plaats zou vinden, een Sodom en Gomorra plaatsgevonden hebben, zouden zij zich in zak en as bekeren. En nadat dit gebeurd is, dan komt de Heer Jezus en dan staat daar de volgende. En je moet heel goed luisteren. Op dat moment verheugde de Heer Jezus zich in de geest en hij zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde. En dan moet je goed luisteren. Dat deze dingen voor wijze en verstandige verborgen zijn. En dat ze aan jonge kinderen geopenbaard worden. Ja, Vader, want dat was uw welbehagen. Wat heeft de Heere Jezus een gedachte gehad toen hij die kinderen gezegend hadden? Vader, u kan ze tot geloof brengen, want het is uw werk. En weet u dat woordje daar, is een nijpion, dat is een kind van geen 4 jaar oud. Heere, breng die kinderen. Begrijpen wij de waarheid van dit woord? Begrijpen wij wie God is en hoe hij een hart heeft voor kinderen? En dat hij juist zegt, ja, al die jouw verstandigen, weet als ik naar onszelf luister als volwassenen met al ons theologie en dingen, dan zegt de Heer, je kan het ook maar alles weten, maar als ik het niet in jouw hart geef, dan lukt het jou niet. Kleine kinderen kunnen tot geloof komen. Geloof je dat? Bid voor de kinderen.
Maar er is nog een voorbeeld hier. En dat is een ander kind. Laat ik zeggen, die eerste kind, ze kunnen tot bekering komen, want dat is wat God wil, dat ze realiseren, maar ik leef toch verkeerd al heel klein. En ik ga voor u straks uitleggen waarom wij dit niet meer geloven vandaag. Maar het tweede voorbeeld is zo duidelijk. De Heer Jezus bracht een kind tot zich, 18 jaar oud. Nou moet u de situatie daar goed bedenken. Hier staan die grote discipelen, al 12 van hen. En zij maken ruzie over, nou wie is de belangrijkste? Ik kan me nu denken, Peter zegt, jongens, jullie weten, ik. En de zonen des donders, nou. Wij. En dan staan ze daar en dan komt de Heer Jezus. En nadat het nou uitgekomen is, zeg maar, het is bekend geworden. Dan pakt de Heer Jezus een kind van ongeveer 6 jaar oud. En hij zet die tussen ze neer. En dan zegt hij de volgende, nu ga ik het voor u lezen. En hij zegt, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk van de hemel beslist niet binnengaan. Ze maken ruzie over wie is de grootste en de belangrijkste in het koninkrijk. De Heer Jezus zegt, als je niet zo wordt, kom je niet in zijn rin. Zij hebben over rangorde erbinnen en hij praat, hoe komt hij erin? Als een kind worden. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie zo een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Als u kinderwerk doet, de Heer Jezus heeft, wij kennen allemaal dat gedeelte in Matthäus. Als jij een van mij, de geringste van mij, een glas water gegeven heeft, of eten of wat, heb je het aan mij gedaan. Maar hier zegt de Heer Jezus, als je zo een kind in mijn naam ontvangt, dan ontvangt jij mij. Dan gaan mensen in horen, als ze bij de Heer Jezus komen, jij hebt mij ontvangen. En ik heb niet. Ik leefde in 2008. Als jij een van deze kleine mijn naam ontvangt, heb jij mij ontvangen. Maar nou komt er bij een heel interessant gedeelte. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven. Nou zegt de theoloog op twee manieren. Ze zeggen ja, nu is de Heer Jezus afgelopen met het kind en nu praat hij van jong, eenvoudige gelovigen. Niet waar. Want hij spreekt van deze kleine en naast hem staat dat kind. En dan zegt hij de volgende over dat kind. Als je dat kind ontvangt in zijn naam, maar als je deze kleine die in mij geloven, bestuur. De Heer Jezus wist, heel mogelijk mensen die hij gekend hadden. Hij heeft dat kind binnengehaald. Dit kind gelooft. Hetzelfde woord als het woord voor een volwassene. Als je hem doet struikelen. Jongens, jullie maken ruzie om al binnengaan. Hier staan een jong gelovige voor mij. Hij heeft meer vertrouwen in mij. Hij gelooft meer wat ik zeg. Hij maakt niet eens ruzie wie de grootste is. En jullie hebben het niet eens door dat jullie een struikelblok wordt voor hem. Tref om mij. Dus hij heeft ze gezegd van, hij bestraft ze. Hij komt daar en weet je broers en zusters, waarom geloven wij, en u hoort het vaak bij mij, u heeft het gisteren gehoord, een van de grootste gevaren in de westerse wereld en in Nederland is, dat wij meer in de sociale wetenschappen geloven dan in het woord van God. Want de pedagogen zeggen, nou ja, een kind. Wat weet een kind nou? Want de pedagogiek gaat vanuit het kind. Wij gaan niet uit van het kind. Wij kijken op. Wij kijken naar God. Zoveel christenen geloven niet meer dat God wonderen doet. En de grootste wonder is het dat hij iemand tot geloof brengt.
En wie zou nou voor de Heere de moeilijkste wees om tot geloof te brengen? Iemand van 80? Iemand van 16? Of iemand van, ja, onder de 10 jaar oud? Dit is niet ons werk. Dit is niet het kind, dit is God wat door zijn geest de waarheden van zijn woord dat kind ingeven. En wij moeten het ware evangelie op het niveau van een kind brengen, zodat de Heilige Geest het zaad kan doen groeien. Broers en zusters, ik vraag u om heel goed na te denken, want het was Spurgeon die gezegd heeft: de discipelen dachten dat kinderen als volwassenen moeten worden, opdat ze kunnen geloven. Maar de Heere Jezus wees hun terecht. Kinderen moeten niet volwassenen worden om te kunnen geloven. Maar wij moeten als de kinderen worden om in het koninkrijk in te gaan. Dat kinderlijk geloof. Ik heb al verhalen verteld aan kleine kinderen en ik vind het heel moeilijk om aan u te zeggen van ik heb nog heel weinig een kleine kind gevonden die als je aan een wonder van de Heer Jezus vertelt of dat Jona een vis was. Nou. Nee, maar. Het ligt bij ons, daar is het probleem. U en ik. Geloof is het toevertrouwen. Maar het tweede punt. Tot wie komen ze? Tot wie komen de kinderen? Nou, je zal zeggen, ja, tot de Heer Jezus, is duidelijk, ja. Het is duidelijk dat velen die kinderwerk doen en velen die tienerwerk doen, echt overtuigd zijn dat zij het goed doen. Maar mijn ervaring is, broers en zusters, waar ik contact heb, dat het vaak niet zo goed gaat, eraan toe gaat. Hun intenties zijn mooi, maar soms zonder onderscheidingsvermogen. Broer Etienne heeft gisteren over gesproken. Hun motieven zijn oprecht, maar het is geen garantie voor een Bijbels verantwoord kinderbediening. Hun toewijding en tijd zijn groot, maar het wordt vaak verspot op de niet noodzakelijke. Hun aanpak en methode zijn enthousiast. Maar het kan niet het werk van de Heilige Geest en het verkondiging van het woord vervangen. Ik herinner mij, een aantal jaren geleden, ik blijf neutraal, was daar een groep kerken in Apeldoorn die kinderwerk gedaan heeft. Massaal, prachtig. 150 kinderen. Nou wil ik duidelijk zeggen, het mag niet uit hoeveel. Maar ik werd uitgenodigd om ook daar te zijn en te kijken. En het was een hele sporthal. Geweldige podium. Als een eiland opgemaakt. Zelfs woestijnzand. Een grote schatkist daar. Piraten. Leeuwen. Een anderhalf uur werden gezongen. In een anderhalf uur, broers en zusters, was daar een Bijbel gevonden in de schat. Nou één. Na de tijd vroegen ze mij, nou wat denk ik al van? Ik zeg, jullie houden het niet vol.
om iedere maand een zo'n toneelstuk op de podium te brengen. Je houdt het niet vol. En ten tweede, jullie hebben niet geëvangeliseerd. En ten derde, van de 150 zijn er maar 12 buitenkerkelijke kinderen geweest. En inderdaad, 2 jaar later was dat er niet meer. Waar zijn nog de toegewijde mensen die bereid zijn om niet massaal te verwerken, maar te gaan? Ja, mag je, zoals wat jij gisteren gezegd hebt, van huis te huis of met een paar vrouwen of een vrouw te zeggen, kom maar, kinderen, al is het 5 of 6, ik wil met jullie mijn leven geven. We hebben niet meer tijd daarvoor, want wij denken dat is een vermorsing van tijd. Wat wil ik zeggen? Het kan zijn dat men actief in kinderwerk bezig ben, is en dat uiteindelijk ze niet echt bezig zijn om kinderen tot de Heer Jezus te brengen. En dat moet u vooraf gaan kijken. Wat geloof u? Het gebeurt zelfs vandaag de dag dat de kinderen tot de andere Jezus gebracht worden. En de andere evangelie, dat hoor u straks. Om kinderen tot de Heer Jezus te brengen is niet zo eenvoudig. Waarom moeten wij ze tot de Heer Jezus brengen? Wat wil de Heer dat wij moeten doen? Wil hij dat wij hun zelfbeeld gaan oppoetsen? Dat ze een goed gevoel over zichzelf gaan en met een goed gevoel rechtuit hel toe lopen? Wil hij dat hun behoeften bevredigd worden? Heel veel kinderwerk en jeugdwerk is McDonald's werk. We hebben zo'n plaatje bij Ikech van schepjes op water in de zee. En in de diepe zee is daar maar 1. En hier aan de zijkant een heleboel waar daar ondiep water is, waar de kinderen zeg maar dicht bij de kerk zijn. Maar hier in de diepe eend zijn er maar weinig die het doet. Maar vandaag de mensen die het doet, wordt een McDonald's boekie. Hij vraagt, je kind in het water, wat is aan de hand met jou? Zeg, ik heb koud. Oh, hier is een deken, jouw behoefte is bevredigd. Maar je kunt blijven in het water en je gaat verdrinken. Wat is fout met jou? Oeh, ik heb honger. Oh, hier is veel hamburger. Het grootste behoefte van dat kind is, kom in het boot. En weet je, dan veranderen de behoeftes ook direct. Dat wil de Heer. Wil hij ze helpen om zichzelf te verwezenlijken? Je hoort het ook vandaag. Wat is jouw droom? Wat een belachelijkheid. Is de Heer Jezus iemand wat dromen gaat waarmaken van kinderen? Wat is zijn wil, is de vraag in jouw leven. Kom maar alleen jouw problemen oplossen. Nee, broers en zusters, hij komt alleen en uitsluitend. De eerste is wat hij belangen heeft, is de redding en verlossing van jouw leven. En ook voor het leven van een kind. En dan daarmee samen wordt het nog het grootste probleem van het kind is dat ik ben verloren. Verloren. En de Heer Jezus verandert vandaag van de verlosser naar een vriendje en naar een helper en alles. En dan zegt kinderen, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Waarom? Nou, hij is mijn vriend. Waarom? Hij is mijn vriend. Maar waarom is hij een vriend? Hij is mijn vriend. Maar dan is hij niks anders dan Jan en Piet en Klaas en Koosie. Hij wil je verlosser zijn, dan wordt hij jouw vriend. Nog meer, je wordt een broer van hem. Je wordt opgenomen in zijn gezin. Hij wil jouw verlosser zijn.
Hij wordt jouw verlosser wanneer je tot bekering en geloven komt. En dan wordt hij jouw vriend, ja. Maar is geen, ja, hij wil jouw vriend worden. En daarom is het een van de belangrijkste dingen in kinderwerk, is om de kinderen en de tienerwerk is om te zeggen, wat doet jij met die Heer Jezus, voor waarvoor hij gekomen is in jouw leven? En dit is, hij wil jou van jouw zonde bevrijden. En voor jij niet dit met de Heer Jezus uitmaken, dan zit je eigenlijk nog steeds alleen. Je staat er buiten. De Heer Jezus, ze komen tot hem. De derde punt. Hoe komen ze? Ze worden gebracht. Ze worden uitgenodigd ook door de Heer Jezus. Kom hier. Maar de bedoeling is dat ze tot hem komen. De bedoeling is dat ze tot hem wil komen als persoon. Mensen moeten nog gebracht worden naar de Heer Jezus. Wat doen wij met het bevel van de Heer Jezus dat wij uit moeten gaan en mensen tot de Heer Jezus moet brengen? Wat geweldig voor de groep wat gisteravond uit is. Ik kan zo goed onthouden. Ik was nog omtrent 17 jaar oud, toen was ik met een groep bezig om in de stad van Johannesburg te evangeliseren. Nou mensen, dat was eng. Weet u wat heb ik gebeden? Mag ik niemand tegenkomen? Echt hoor. Denk u de Heer heeft dat beantwoord? Nee. Maar ik mag mij zorgen, broers en zusters, over ons, ja, reformatorisch gezinde, over onze passie voor verlorenis. Ik weet niet waarom het daar niet in zit. En ik mag mij zo zorgen over de evangelicale, de evangelische groepen, die een passie heeft om in de grootmate een ander Jezus te brengen en al die andere dingen. Waar zijn nog de mensen die uitgaan, die bewogen zijn door mensen die verloren zijn? Echt verloren. Heb je ooit bedacht dat van uw buren, van uw gezin, van uw familie, niet samen met u in de hemel gaan zijn? En als je dan denkt waar ze dan zijn, grijpt het u niet aan. Minimaal moeten wij op ons knieën zijn en bidden voor die mensen. Maar wij zijn zo met ons eigen leven bezig. Er zijn twee vrouwen in Ierland geweest van het IKEG, waarbij IKEG betrokken was. En de één vrouw heeft een kinderclub gehad. In haar huis. En toen kwam haar man, en ja, weet, als je kinderen over de vloer krijgen dan kan het soms als een heleboel klein olifantje zijn die daar door jouw huis was. Maar ze moesten een nieuw tapijt krijgen, maar ze hebben hem los in het huis gelaten. Een losse tapijt. En toen dacht zij, nou, zomer, ja, ik krijg familie en ik ga vrienden krijgen en ik ga maar eerder nu niet met mijn club door. Want ja, dan moet ik iedere keer die tapijt eruit en daarin en ja, dat moet niet. Dus toen de familie kwam voor de zomervakantie bij zich logeren, hebben zij de tapijt op de zolder gedaan. En ze heeft de club afgezegd. Gaat na de zomer niet door. En na de zomer met veel vreugde heeft zij de tapijt uitgerold. Opgevreten. Motten. Allerlei toestanden dan. Ze moest het weggooien. En toen dacht ze bij zichzelf, voor dit stuk vergankelijke iets heb ik alles afgezegd. Maar dat was een andere vrouw. Zij heeft alle jaren een club bij haar in huis gehad. En op een gegeven moment begon de buren een ruzie. En dat gebeurt ook in Nederland. Ja, buren raken ongelukkig. En ja, ja, wat is dat nou voor gedoe? Het klinkt mij nogal bekend als ik naar Paulus en al die mensen
denken, wandelingen, weet, denken we in de echte wereld gaan te staan en juichen als jij naar het evangelie brengen. Nee hoor, ze haten jou. En de buren heeft een petitie opgetekend dat zij moest stoppen met dat club. Toen heeft zij besloten, zij verkoopt haar huis. En ze gaan verhuizen een paar straten hogerop. En voordat zij daar het huis gekocht heeft, heeft zij een schriftelijke onderneming van alle buren gekregen van, hebben jullie een probleem dat ik hier een kinderbijbelclub aan huis kan houden? De een wil geen club houden, want een tapijt, en de ander is bereid haar huis te verkopen. Wat bent u bereid te doen om mensen voor de Heer Jezus te bereiken? Vragen die je vandaag moet afvragen. Want die komt daar niet onderuit. Het is een opdracht aan u en mij. Als Paulus zo gedacht heeft dat het moeite was en na de eerste vervolging, dan zijn wij ook niet hier vandaag geweest in de evangelie, nooit in Europa. Gaan uit. Jongelui, ik wil jullie vragen, wat doen jullie zomermaanden? Een beetje meer verdienen en alles, zodat je een nieuwe iPod en een nieuw computerspel en alles kan kopen? Of ben je ook bereid om 2-3 weken van je zomervakantie te geven om openlijk evangelisatiewerk te doen? Ik kan erachter melden als je wil. Houden we jou met jou rekening, want in de zomer gaan wij openlijk, je kan daar de foto's gaan kijken. Dan kom, meld je niet, kom. En ik wil je zeggen, het is iets makkelijker, want je evangeliseerde jongere kinderen. Het is pittiger dan jouw leeftijdsgenoten. Maar de jongere kinderen, lage drempel. Dus, de vierde punt. Wie of wat trekt ze? Wel een belangrijke punt. Het is de Heer Jezus wat iemand trekt. En ik heb gezegd, de grootste gevaren zijn die sociale wetenschappen. De grootste gevaar is dat wij de Bijbel beginnen te lezen door het bril van de psychologie en de pedagogiek en de management. Niet dat die dingen niet ergens een waarde heeft, maar wij beginnen alles zo te kijken. Management. Succes. Succes, dat gaat over hoeveel. Maar een vrouw wat ergens zit en bereid zou zijn om met 4, 5 of 6 of 10 kinderen een club te houden om ze te onderwijzen wie de Heer Jezus is. Nou, ik wil zeggen, in de managementboeken gaan ze zeggen van dat is tijdsvermors. Maar dus inzet qua resultaat en al die. Waar halen wij dit vandaan? De Heer Jezus heeft iemand gestuurd. De woestijn in. De Ethiopische kamerling. Alleen de woestijn in om in te gaan halen. God telt niet. Hij weegt. En de bediening wordt gewogen. En jouw leven wordt gewogen. Niet wat je alles doet, maar gewogen. Wij kunnen hier zitten met de 1000, ruim 1000 mensen en zeggen van wauw. God weegt ons. Hij kijkt niet hoeveel. En dan kan een kleine bijeenkomst hiernaast zijn, waar mensen misschien nog meer serieus is in zijn schaal van leven. Wat hij niet succes kent, is daar meer vrucht. God zoekt vrucht en niet succes. Denken wij nu echt dat wij met toden en in allerlei sferen, muziek en dingen, mensen dichter bij de Here kan brengen? Ik ben zo blij voor broer Etienne wat gisteren gezegd heeft. Het woord moet zijn 2 Petrus 1 vers 23, waar hij zegt dat wij dit onvergankelijk zaad van het woord moet zaaien. Onvergankelijk, dat moet mensen trekken. En nou ga ik beginnen met een deel van de boodschap wat ik weet confronterend gaan zijn. Maar het is Gods woord. Als wij mensen gaan bereiken, dan moet het zijn dat Gods woord ze gaan trekken.
en niet de andere dingen. In de Bijbel staat er dat er wokken zijn en dat er schapen zijn. Wij gaan gescheiden worden. Maar wij lezen niet in de Bijbel dat bokken schapen worden. Maar wij worden uitgezonden om de verloren schapen te zoeken. Nou, ja, dat weet je niet vooraf. Jij kan niet onderscheiden. Maar wat is er met de kerken, met kinderwerken, alles gebeurd? Wij gaan steeds meer uit en wij beginnen boks te praten en niet schaaps. Spurgeon heeft gezegd, we zijn er niet om de bokken te entertainen, maar om op de schapen te hoeden. En dit verandert jouw bediening. Er wordt een verhaal verteld en ik heb persoonlijk met een man gesproken in Amerika, Rick Holland. Een van John MacArthur's jeugdpredikanten. En Rick Holland werd gevraagd om van Los Angeles naar Chicago te gaan om daar een jeugdbediening te helpen. En toen hij de eerste avond daar kwam, toen zat daar 75 jongelui. En zoals de gewoonte was, heeft hij mooie liederen gezongen. En toen zeggen, nou gaan wij de Bijbelstudie doen. En hij heeft besloten, hij wil met ze gewoon Daniel doorwerken. Want Daniel, ja, dat zegt hoe een jonge persoon voor de Heere kan uitkomen in zijn samenleving. En hij heeft de Bijbel open gedaan en hij begon. Nou, na zo'n 10 minuutjes, u weet. We beginnen achter te praten. Nou, Jan, wat denk jij? Goed, ja, probeer ze bij te houden. Nee. En halverwege toen stopte hij. En hij ging naar de achterste jongen en hij zegt, willen jullie hier zijn? Nou, de Bijbelstudie is niet. Zeg nou, ga nou maar. Doodse stilte. Ze stond op en ze gingen vandoor. De volgende week was het al 25. In de week daarna 12. Voor de kerkraad. Nou, jij komt ons helpen. Ik ben er niet om de bokken te entertainen, maar om op de schapen te hoeden. Maar weet je, toen hij 2 jaar later daar wegging, toen zat er 150 met de Bijbel open. Maar het zijn anderen. Hou op boks te praten. Er zijn schapen die de stem van de heiland hoort als het woord opengaat. Zij kennen zijn stem. En als je boks praat en je evangelisatie werken alles, dan gaan de schapen vandoor. We zijn erop uitgeroepen om schapen te gaan zoeken. En dan moeten wij de stem van de heiland bekend maken, zodat de schapen zeggen, ik hoor hem. Maar hier komen ze. Ik heb ook in de toewijding, wil ik graag vandaag noemen, een collega O Barbara noemt. Zij heeft mij alle jaren voor mij en Amanda aan de club geholpen, daar in bij ons aan huis. En dat is iemand die en van haar onvermoeide ijvers hebben, je weet. Daar komt Barbara weer, de kinderen. Mag en mogen wij in Nederland miljoenen Barbara's krijgen, die uitgaan om kinderen te willen bereiken, en het evangelie te willen verkondigen. En dat is geweldig belangrijk, dat God de kinderen trekt. Denken wij dat als wij boks praten, dat de schapen gaan horen? Nee, mensen. Ik zeg, het moet een saaie boel zijn, maar wij moeten ophouden
om allemaal vast te houden. Wij zijn er om de waarheid te verkondigen. En het woord door te geven. En ik heb voor u slecht nieuws. De meeste bokken en de meeste mensen in de wereld willen het boodschap, de boodschap van de Heere Jezus niet horen. Maar het de mooie daarvan is, wanneer zijn evangelie uitgaan en het is een geur van leven, dan ziet hij de schapen de oren gaan omhoog. Ik hoor het. Ik hoor de stem van de herder. En je laas ook in de harten van de bokken is te saai. En dan wil ik een jonge lijf. Hoe weet ik of de Heere met mijn leven bezig is? Dit. Heb ik honger naar de stem van mijn heiland? Zit ik eerder achter de computerspel uren? Zit ik eerder met andere dingen? Of wil ik zijn woord lezen? Wil ik een bankje luisteren? Ik wil mijn heiland horen. Dan kom je achter ook in je hart. Het is God wat trekt. En als je het nog niet merkt, ga op je knieën en zeg, Heere, trek mij ook. De vierde, wat moeten ze horen? Wanneer ze tot de Heere Jezus komen, moeten zij het evangelie horen. En weet je, broers en zusters, het evangelie is al zo veranderd dat ik niet kan geloven dat er zoveel mensen in de kerken zitten die niet meer weten wat is het evangelie. Of dat mensen hier vandaag beginnen te twijfelen omdat er zoveel stemmen komen van wat is nou het evangelie? Als u wil weten hoe het aan kinderen uit te leggen, dat heb ik gistermiddag gedaan. En voor de mensen die gisterenmiddag waren, wil ik toch iets nu daarvan herhalen. Het is belangrijk. Wat is het evangelie? Maar hier heeft de psychologie ons evangelie kapot gemaakt. Jij bent zo geweldig. Jij bent een parel in Gods hand. Nou praat ik van het evangelie wat naar buitenkerkelijke kinderen verkondigd moet worden of tieners. Wow, wat ben jij geweldig. Jij bent zo waardevol. Want je ziet, wij moeten toch positief blijven, nee? Ik zie dat ook niet in de Bijbel. Want wij begrijpen de liefde van God niet echt. Hoogmoed en nederigheid gaat zo dicht bij elkaar. Wat als ik nou naar iemand toe kom die de Heer Jezus niet kent en ik zeg, wow. Wat ben jij zo geweldig. Zelfs God is zo lief voor jou. Want je bent zo waardevol. En zei, Wat ben ik belangrijk. En dan zegt de Heer Jezus de tegenovergestelde. Wij zitten met zo'n grote God. En zulke grote mensen. Waar eigenlijk de mensen heel klein zijn. En God groot is. Broers en zusters, wij moeten weten dat als wij nou echt gaan praktisch nadenken, Petrus op de Pinksterdag gekomen en hij kijkt de schade aan, 5 keer groter als nu en hij zegt, wauw, wat is God lief voor jullie, wat zijn jullie zo geweldige mensen. Hij wil jou helpen om jou te verwezenlijken. Hij wil jouw dromen waarmaken. Mensen, dan was er misschien 20.000 wat tot bekering gekomen. Wat ik vandaag hier wil zeggen is misschien, kunnen wij over praten na de tijd, maar ik wil u uitdagen. Om in de Bijbel voor mij het gedeelte te brengen, waar de liefde van God meer begonnen worden wanneer het evangelie uitgelegd wordt. Ik zeg natuurlijk, u vindt het niet. En weet u dat in de hele boek Handelingen het woord liefde niet eens 1 keer gemeld wordt? Waarom? Omdat het niet belangrijk is? Nee, dus het hart van het evangelie. Maar men gooit niet dat
die parel voor zwijnen en zeggen, oh God, God is zo lief. Nee, jij brengt de persoon en hij ziet wie God is en hij ziet wie hij zelf is en hij ontdekt dan wat Gods liefde is, want wij zijn vervallen in een omdat liefde. Omdat jij zo geweldig bent, omdat jij zo geweldige mens bent, omdat al hierdie dingen in jouw leven waar is, daarom is Jezus voor jou gestorven. Mensen, dan verdien jij om gered te worden. De Bijbelse liefde is een ondanksliefde. Dat ik onwaardig ben om gered te worden. En alhoewel God zo groot is, en alhoewel ik zo'n grote zondaar ben, houdt hij van mij. En is hij lief voor mij? Ik snap er niks van. Maar de waarde ligt niet in mij als mens. De waarde ligt in een ongelooflijke liefde dat God goddeloze mensen rechtvaardigt. Weet ik wat is een zondaar? Romeinen 8, God bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren zijn. Dit is een opstandige, eigen, egoïstische mens wat zijn eigen weg wil omgaan. En de Heer Jezus komt en zegt, ik heb voor jou gestorven. Moet niet op jezelf gaan rekenen. Moet niet denken, ik ben zo geweldig niet. Want dan val jij op je knieën neer en je zegt, Heere, ik verdien dit niet. Maar wees mij zondaar genadig. De andere denkt, nou, wat heeft God een goede werk aan mij gedaan? Ik ben zo bijzonder. Nee, dan komt de werkende opbouwwerk van de Heer Jezus door zijn geest in het leven van een gelovige. En dat moeten wij niet afschrijven. Dan bouw hij op, dan ziet jij wie hij is in jou. Maar je kan het niet aan een niet-gelovige arbeiden. Hij moet overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan komt hij binnen en hij ontdekt die ongelooflijke liefde dat God van mij houdt. De Heer Jezus heeft gezegd, wij moeten sterven. Neem jouw kruis op. De boodschap heeft geen mogelijkheid voor succes. Ik zeg het tegen u, ga u naar de reclamewezen en zeg wat de Heer Jezus gezegd heeft. Word lid van die kerk en je gaat sterven. En kijk hoeveel lidmaten krijgt u. En hij zegt, je moet je kruis opnemen. Je moet jezelf verloochenen, niet jezelfbeeld bouwen. Je moet jezelf prijsgeven. Je moet jouw leven geven om bij de Heer Jezus te komen. Dat is de weg. De discipelen maken ruzie, wie is de belangrijkste? De Heer Jezus zegt, je moet als een kind worden. Je moet jezelf neerbuigen. Ik kom bij de laatste. De struikelblokken. De hindernissen. De ergernissen. Kan je geloven, de 12 discipelen, de apostelen van de Heer Jezus, waren een ergernis voor de kinderen. In beide gevallen. Zijn wij een ergernis? Zijn wij een struikelblok? Verhinderen wij kinderen om bij God te komen? Door gewoon niks te doen? En ik kijk nu naar de mannen. Kinderwerk is een clubje van vrouwen geworden. Sorry collega's. Maar ja, wij hebben al een hele paar mopjes. Ik ben de enige man met een heleboel vrouwen. Waar zijn de mannen? Ik heb de cursus, de 3 maanden leiderschapcursus van het IKEG in Zwitserland gevolgd in 1990. Ik ben predikant. In die tijd ging ik terug naar mijn gemeente en ze hebben ons gevraagd, willen wij naar Nederland komen? Maar ik ging terug naar de gemeente en ik heb een collega gehad en ik zei tegen de kerkraad, nou dit is anders in Zuid-Afrika, hier preekt de predikanten heel vaak rond en overal. Daar zit je in de dienst, al preek jouw collega. Dat is voor mij geweldig, je hoort wat, je leeft mee, dus jij preekt niet zo vaak rond in het. Maar
Ik zei tegen de kerkraad, ik preek niet meer 's ochtends. Ik wil nog salaris hebben, weet. Ik kan je zo mijn gezicht te zien. Ik zal 's avonds alle diensten nemen, maar ik ga een crèche doen. Nou, ik moest de gezichten zien. Kinderen. En ik kan me herinneren, we hebben iets over de schepping gedaan. Nou, dat zijn echte kinderen, witte kleuters en peuters. Op een gegeven moment, ik kan nog herinneren, mijn man en ik, gingen wij daar buiten in de tuin om iets ook van de schepping te zien. Nou zitten andere mensen in de saaie dienst en de kinderen buiten even naar van de bloemen kijken. Bij de raam uit, je weet, wat doet hij? Wat gebeurt er? Het is niet netjes, je weet, al die vragen. Oh, wij kunnen op zoveel manieren een hindernis zijn voor kinderen om tot de Heer Jezus te komen. Ze zijn zo oprecht, zo puur. Ze zijn zo open. Ze stellen zulke moeilijke, oprechte vragen. Ik heb al soms het idee dat de mannen zijn bang om voor de kinderen te gaan. Want jij moet soms pittige vragen beantwoorden. Maar waar zijn de mannen? Mensen, kinderen worden verhinderd als wij niet bereid zijn, en dat zien wij zelfs in kinderclubs, als daar een man in de club betrokken zou zijn, dat daar meer jongens komen. En daarom wil ik vandaag aan u als man hier, en de vrouwen natuurlijk bij, uitdagen. Wat doet u voor de kinderen? Niet voor de stoere tieners, voor de kinderen. Is het een vernederende stap voor jou in jouw bediening? Ik wil zeggen, voor de wereld in de kerk denk je, gaat een stapje lager. U gaat een stapje hoger. De beste werkers onder de jeugd moet bij de kinderen zijn. Want wij zijn met postmortem bezig. Als een leven reeds kapot is en ze kennen niet de Heer Jezus, dan proberen wij, alles tienerwerk, Kinderevangelisatiewerk en kinderwerk is een muur wat opgericht wordt voor de afgrond van een verval. Bereik ze voor de tijd. We hebben toch gehoord, de Heer kunnen ze tot geloof brengen. Of mensen geloven als de discipelen nou om te klein te zijn, ja. Ze gewoon een hindernis is omdat ze echt niet geloven, kinderen kunnen tot geloof komen. Maar ook een hindernis wanneer wij een verkeerde evangelie, een verkeerde, foute evangelie brengen. En dan moeten wij niet denken, ja, wij doen het. In mijn ervaring in Nederland zitten de evangelische groepen. Wie wil in Jezus geloven? Ja, ja, ja. En in de reformatorische geloven? Nou, dan ben ik jong om te geloven. Beide zit fout. U beledigt de Heere God dat hij niet een kind tot geloof kan brengen. Is die God zo klein? Marcus 10 heeft hij de kleine kinderen tot zich gebracht en hij heeft ze gezegend. Heel mogelijk de nummerie 6 zegen. En in Matthäus 18 heeft hij een kind tot zich gebracht. Een kind die al tot geloof gekomen is. Mag ik u vragen? Hoeveel kinderen, behalve uw eigen, heb je al tot de Heer gebracht? U kan niet zeggen, er zijn geen kinderen in Nederland. Mag de Heer u en mij daartoe helpen. Amen. Wij gaan samen bidden. Hemelse Vader, oh, wat is dit zo diep uw woord en wat is uw liefde voor de mensen dat u zelfs kleine kinderen tot u wil brengen. Heel kleintjes wilt u zegenen en daarmee weet u in uw achterhoofd, u weet dat God enige kind tot geloof kan brengen.
al zijn ze hoe klein. En u roept ons om het zaad te strooien. Help ons daarin. Heer, er zijn zoveel mensen van zoveel kerken hier, verschillende gemeentes. O, mogen wij aangegrepen worden om uit te gaan en het woord te brengen. Om kinderen tot u te brengen. En mogen wij ze niet verhinderen. Wij bidden Heere ook voor de kinderen daar, waar ze nu bezig zijn. Waar ze straks hier gaan een lied zingen. Ach Heere, als wij naar hen kijken, dan realiseren wij ons dat het is zo. Aan de eenvoud van de oprechtheid, van de, ja, van hun hele houding, dat wij zo moeten worden. Wilt u ons daarin helpen? Dit vragen wij in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan een lied zingen, hè? Ja. Psalm 34, vers 6 en 7. Als een lied. En ik weet niet of de kinderen dan komen. Psalm 34, vers 6 en 7. Thank you.
Broeder Marius, hartelijk bedankt voor de boodschap die ons denk ik allemaal tot nadenken stemt. Een van je uitspraken houdt mij nog steeds bezig, terwijl er eigenlijk heel veel uitspraken zijn geweest die me aan het denken hebben gezet, maar welke ik wel heel confronterend vond was: we moeten ophouden om nog langer de bokken te willen te entertainen, maar we worden geroepen om de schapen te hoeden. Nou, dat geldt voor het kinderwerk, maar ik zat erover na te denken, wat gebeurt er bij velen in de gemeente? Zijn we bezig als predikers, zijn we bezig als evangelisten om de bokken te entertainen, om een boodschap te laten horen wat de mensen graag willen horen? Of is het werkelijk het verlangen van ons hart om voeding en vast voedsel te geven voor Gods kinderen, voor de gelovigen, de schapen te hoeden? Nou, daar zal ik nog eens over nadenken, maar bedankt voor hetgeen je vanmorgen hebt willen doorgeven. Ik wil nogmaals een dringende oproep doen om in jullie omgeving en in jullie gemeente ook het werk van Stichting IKEG onder de aandacht te brengen. Marius heeft een team van medewerkers om zich heen die in geloofszending zijn. Dus het is een stichting die van weinig geld moet rondkomen. En ze leven in het geloof. Ze leven uit de hand van de Heer. Ze hebben geen vast salaris. En ze leven ook maar zoals de Heer het voorziet. Maar het zou een geweldig iets ook zijn voor Stichting IKEG als je in je gemeente of in je omgeving zal kijken of er mensen zijn die toegerust willen worden in het kinderwerk. Hebben wij als Stichting Haardkraai en Sliedrecht wat mogen organiseren binnen de gemeente. En ik weet niet hoeveel het waren, Marius, 10, 15 of maar 15 mensen. Ze zijn er naartoe gekomen om 7, 8 avonden toe te rusten in het kinderwerk. Om te leren een Bijbelverhaal te vertellen enzovoort. Maar ze zijn daartoe bereid om ook in jullie omgeving dat te doen. Dat zou al een groot gewinpunt zijn als we met elkaar ook dit werk, dit prachtige werk van IKEG onder de aandacht brengen van onze mensen. Want zoals we hebben gehoord, heel veel evangelisatiewerk gaat toch uit van je bent de parel in Gods hand, je mag er zijn. En uiteindelijk wordt de noodzaak van wedergeboorte en bekering niet doorgegeven aan de kinderen. Dus loop nog eens een keer langs bij de stand en neem een e-mailadres mee of een telefoonnummer en ga ermee aan de slag. En kijk ook eens naar het materiaal, prachtig materiaal, hoe je kinderen het evangelie kan doorgeven. Goed, voordat de kinderen komen wil ik toch maar gelijk nu wat mededelingen doen. Hoeven we dat straks niet meer te doen. Maar achter in de zaal staan straks nog wat 2 dozen met Bijbels van Friedesteamen. De namen zijn al een keer gevallen. Maar degene die een envelop wil meenemen om nog gelovigen ook in Rusland te versterken en te bemoedigen, die kunnen een Bijbel meenemen en die zelf op de post doen en daar ook medegelovigen in Rusland mee helpen. Verder is het zo dat we vanmiddag, en dat vind ik ook een heel belangrijk punt even, vanmiddag gaan we om 14:15 met de jonge mensen van 16 tot 30 jaar in gesprek over de lezingen die zijn geweest. En dan wil ik dus de jongelui tussen 16 en 30 jaar oproepen om achter in de zaal op de boekentafel ligt een lijst, daar kan je naam invullen. Dan zullen we straks je indelen in groepjes. En onder leiding van een mentor ga je met elkaar doorpraten. En dat is vorig jaar erg gezegend geweest. De Heer heeft dat echt willen gebruiken. Om samen te bidden en door te praten over de boodschappen, de lezingen die je tot nu toe hebt gehoord. Maar daar is nog een vraag. We hebben mentoren nodig. Ouderen of jongeren die daar ook gemotiveerd voor zijn, die de Heer mogen kennen en die naar verlangen om ook vanmiddag tot zegen te zijn om leiding te geven aan zo'n gespreksgroepje. En daar ligt ook een lijst, daar kan je ook je naam invullen. Als je als ouder zegt, ik vind het vanmiddag wel fijn om vanaf 14:15 tot 3:00 met 7 of met 6 jongeren samen te zitten, om samen te bidden, maar met elkaar door te praten en af te steken naar het hart. En hoe is het nou voor je geweest deze dagen? En wat heeft de Heer dan tot je gesproken? Dus zonder mentoren kan dat ook niet. Dus ik zou willen oproepen om te kijken, de gezinsomstandigheden moeten natuurlijk ook toe kunnen laten, maar ook de mentoren worden opgeroepen om dan hun naam op te schrijven achter op die lijst en dan wordt er straks bij elkaar gebracht. En om 14:15 worden jullie verwacht in de witte tent en daar worden de groepjes bekendgemaakt en dan ga je ergens onder aanwijzing ga je dan ergens een plaatsje innemen en dan kan je met elkaar doorpraten over de lezingen en over hetgeen je gehoord hebt. Dus een oproep aan de jongeren tussen 16 en 30,
En een oproep aan ouderen of jongeren, maar die ook leiding willen geven aan een groepje. En die de Heer mogen kennen en ook daarin tot zegen mogen zijn. Voor degenen die hier vandaag voor het eerst zijn en toch van harte het werk van Stichting Haardkruik willen ondersteunen. Achter in de zaal staat er een emmertje en er liggen machtigingskaarten bij. Dan kan je nog een gift of een offer of de collecte achterlaten. En dat kan je dan doen in die emmer. En we willen ook daar nog even de vinger bij leggen, omdat wij zonder u en jullie steun ook absoluut dit werk niet kunnen doen. We hebben gisteren ook aangegeven, dit werk doen we tegen lage prijzen, maar we willen ook graag aan Stichting IKEG weer wat mee willen geven om ook hun werk weer te ondersteunen. Dus door jullie giften kunnen wij ook anderen weer tot zegen zijn. Goed, ik stel voor dat we de kinderen naar voren roepen nu. Kunnen we nog dan gelijk een lied zingen ook of niet? Of zullen we dat maar niet doen? Nee, laat maar gelijk naar voren komen nu? Of één lied? Oké, we gaan nog het lied zingen. 166. Vader, zie uw kinderen naderen, smekend komen wij tot u. Dus uit de gele bundel, lied 166. We blijven daar zitten en dan wil ik gelijk vragen of broeder Dick Baarsen ook nog even naar mij toe wil komen. Dus of de broeder Dick Baarsen even naar mij toe wil komen. Nou, terwijl de kinderen een plekje zoeken op het podium, willen we even kort iets zeggen over het kinderwerk. Sowieso zijn we heel erg blij dat we weer zo ontzettend veel kinderen hadden. In totaal, nou, ik denk zo'n 170 kinderen in de twee kinderprogramma's bij elkaar. Het thema van het kinderwerk hebben we aan laten sluiten bij het hoofdthema. Het is gegaan over de Heilige Geest. De kinderen hebben daar een heel mooi lied over geleerd. Dat willen ze straks ook voor jullie zingen. En ze hebben een tekst geleerd. Die willen ze graag opzeggen. Daarna zeg ik gelijk vast dat de kinderen straks gelijk weer terug mogen naar de vader en moeder. Als we helemaal klaar zijn. Maar nu wil ik eerst... ik wil nu eerst mensen van Stichting IKEG het woord geven. Die gaan heel kort even vertellen wat ze precies gedaan hebben met de kinderen. Daarna begrijp ik dat... meneer Baarsen nog iets met kinderen wil, nog met hen wil bidden. En daarna mogen de kinderen terug naar hun vader en moeder. De afgelopen dagen hebben wij verschillende thema's behandeld. We hebben de zaterdagochtend hebben we gesproken over de Heilige Geest helpt Gods kinderen. Dat hebben we naar aanleiding gedaan van het verhaal van Petrus, waarin een duidelijke omslag te zien is, hoe hij eerst de Heer Jezus verloochende door te zeggen dat hij de Heer Jezus niet kende. En daarna, waar we ook met elkaar over hebben gesproken, daarna
vertelt hij heel vrijmoedig over de Heer Jezus. Ondanks dat hij datzelfde risico heeft als daarvoor. 'S middags hebben we over Madougou gepraat. De kinderen die zeggen het als het goed is allemaal wat. Een klein jongetje die de Heer Jezus leert kennen doordat een zendeling hem vertelt door middel van het woordeloze boek. En misschien als u een ouder bent van een kind, heeft u uw kind wel thuis zien komen met een klein boekje met verschillende kleuren, dus zonder woorden erin. En naar aanleiding daarvan is het evangelie uitgelegd. Daarin hebben we ook steeds benadrukt dat het is fijn als de kinderen weten dat als ze denken aan de gouden bladzijde dat God heilig is, dat hij rein is. Het is fijn als de kinderen weten dat we zondig zijn. En het is ook heel fijn als de kinderen weten dat Jezus gestorven is voor onze zonden, maar dat is niet genoeg. En daar hebben we heel erg op gefocust, dus ook over de Heilige Geest, dat hij ook kinderen kan veranderen als ze die keuze maken voor hem. En vanmorgen hebben we gepraat over de Heilige Geest verandert ook Gods kinderen. En ook daarin hebben we het verhaal van Petrus behandeld, over hoe hij hoe de Heilige Geest Petrus veranderde, maar ook bijvoorbeeld Corrie ten Boom hebben wij het ook nog over gehad, hoe Corrie als klein kind, de leeftijd van de kinderen die hier staan, een keuze maakte voor de Heer Jezus. En zo in haar leven echt de Heilige Geest ook aan het werk zag in de soms moeilijke tijden die ze had. We hebben ook een tekst geleerd en ik denk dat het goed is als we die eerst met elkaar opzeggen. Ik heb begrepen dat eerst de kleine kinderen het op gaan zeggen en daarna de wat grotere kinderen. Dus kunnen we ook even naar elkaar luisteren. Het is de tekst uit Johannes 14 vers 16. En het lied wat we allemaal hebben geleerd is Vrede zij u en dat willen we nu ook met elkaar zingen. Toen ik zo klein was als jullie, toen hield ik heel veel van de Heer Jezus. Maar ik wist niet of hij veel van mij hield. Want ik was heel erg ondeugend, tenminste. Het was zo dat ik was heel bang voor de grote jongens op school. Hè? Toen ik voor het eerst naar school ging, zag ik van die grote jongens, was ik bang voor. En wat deed ik toen? Toen wist ik dat mijn moeder, die had gouden tientjes had ze spaarden ze, dat waren gouden muntstukjes. Ik denk, weet je wat, ik neem een paar van die gouden tientjes mee naar school en die geef ik aan die grote jongens. En ik had helemaal niet door dat het stelen was natuurlijk, maar goed, ik,
En ik gaf die gouden tientje aan die grote jongens. En toen zag die juf, die zag dat natuurlijk. Dus die bracht ze weer terug naar mijn moeder. En mijn moeder was natuurlijk niet zo blij. Maar wat gebeurde er? Toen ging ik naar een tentsamenkomst. Een tentsamenkomst waar ze vertelde over de Heer Jezus. En toen vertelde ze dat als je als kind, als je een suikerklontje uit de, wel eens pikte, dan was je een dief. En dan ging je, nou, dan ging je naar de hel, vertelde ze toen al. En ik denk, joh, een suikerklontje, ik heb gouden tientjes meegepikt. Dus nou, ik zag de hel al branden. En dan kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn mama, wat moet ik nou doen? En mijn moeder die wist dat niet wat ze moest zeggen. Toen zei ze, nou, denk maar veel aan ons lieve Heertje, aan de Heer Jezus. Nou, dat probeerde je, maar dat hielp helemaal natuurlijk niks. Ik denk, joh, het zou het geweldig zijn geweest als mijn mama nou had verteld dat de Heer Jezus mijn straf had gedragen. Dan had ik zoveel, dan wist ik ook dat de Heer Jezus van mij hield. Maar ik heb de hele tijd heb ik niet kunnen geloven dat de Heer Jezus van mij hield. En het is het fijn dat jullie nu horen dat hij zoveel van je houdt dat hij voor je gestorven is. En dat hij je alle zonden wil vergeven en dat hij je een rein hart wil geven vol van zijn geest. Nou ja, ik weet niet wat jullie allemaal gehoord hebben, maar ik hoop echt dat je het ook echt begrijpt. En dat je ermee gaat leven. Nou, daar gaan we voor bidden maar. Hè? Heer Jezus, we willen u hartelijk danken dat u zo ontzettend veel van kinderen houdt. Heer, en dat u ze wilt redden allemaal. En dat u daarom ook bent gestorven voor ze. Dat ook de zonde van hun leven, heren, waar we allemaal in geboren zijn, dat u dat in uw eigen lichaam op het hout hebt gebracht. Heren, en dat u daar de straf voor hebt gedragen. En dat u zo ontzettend heeft geleden. En dat u toen uit de dood bent opgestaan. En dat we nu samen met u mogen leven, Heer Jezus. Dat onze zonden zijn vergeven. Dat we een rein hart mogen krijgen. En dat we mogen leren om samen met u zo te leven dat u er blij mee bent. Heer, ik weet niet precies wat ik. Een beetje onvoorbereid allemaal dat ik hier moet staan. Maar dank u dat ik daarom mag bidden. En dat ik mag weten dat u niets liever wilt. En wilt u dat woord wat ze gehoord hebben, Heer, wilt u dat zo zegenen. Dat het vlees en bloed gaat worden, dat het gaat werken in de levens van deze kinderen. Dat ze mogen opgroeien voor u, want er komt zo ontzettend veel op ze af. Heer, maar we danken u dat u bij machten bent om die kinderen ook stap voor stap te leiden en uw plannen in hun leven uit te werken. Dank u dat we het u mogen vragen en dat we weten inderdaad dat u niets liever wilt. Amen. Ik denk dat het goed is dat de kinderen naar hun plaats gaan of naar de ouders toe gaan. En dan stel ik voor dat wij tenslotte nog toch dat lied zingen wat we zojuist wilden zingen. En dat we dat staande met elkaar doen. Hai.
12:30, dus over een half uur gaan we eten. En om 14:45 dus de mentorgroepjes. En degene die daarvoor in willen schrijven, kunnen daarvoor inschrijven. En degene die nog behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Er zijn nog nazorgers, er zijn nog mensen die met jullie over de boodschap door willen praten. Goed, een fijne en een gezegende tijd.